activiteiten op Spoor Nijmegen Kleef, een koninklijke onderscheiding, Duurzaamheidscafé Bergendaal start dorpentour, maar eerst. Er is op dit moment een grote verbouwing gaande bij het Bevrijdingsmuseum. Het nieuwe museum komt direct naast het huidige gebouw te staan. De bedoeling is dat er moderne presentatietechnieken komen die combineren met authenticiteit, historische objecten en verhalen. Er komt een nieuwe koepel die op een parachute lijkt, welke gebruikt werd tijdens de landing van 1944. Tijdens de verbouwing is het museum gewoon open. De opening van het nieuwe museumgebouw zou medio 2019 zijn. In ieder geval voordat het 75-jarige herdenken van Martin Garden in september begint. We staan in jouw smederij en er is iets heel groots hier achter ons. Wat is het? Het zijn ooievaarsnesten. Twee nieuwe ooievaarsnesten zijn er gemaakt. Voor eentje in de Vlindertuin hier verderop in de Brede Weg. En de andere ooievaarsnest komt in Beek bij de dierenweidje. Daar aan de Rijksweg zit hij. En die hebben dus eerst van ijzer frame gemaakt. En Johan de Vlechter die heeft hem helemaal in het houtwerk gevlochten. Zoals je ziet is hij helemaal netjes, is het bedje klaar voor de ooievaar. Dus kunnen komen wat ons betreft. Ja. En waarom moet er nog zo'n vlechtwerk op? Kunnen ze dat niet zelf? Ja, het begin is er. De rest zullen ze nog wel opbouwen. Want als je in de omtrek ziet waar die nesten zitten, zijn allemaal van die grote nesten. Dus ik denk dat ze hier nog wel eigen bedje gaan spreiden erin, denk ik. Ja. Op 31 oktober en wel om 8:30 in de ochtend startte de gemeente met de renovatie van de trap bij de Koekelenklef in Groesbeek. Wethouder Sylvia Fleuren en voormalig raadslid Rob Bekers van de Groesbeekse Volkspartij waren bij de start aanwezig. De renovatie van de trap bij het Avonturenbos is een samenwerking van de gemeente en Staatsbosbeheer. De bielsen van de trap worden vervangen door ruim 70 boomstammen. Vrijdagavond 2 november werd door tv-presentator Frank Evenblij het treffers-elftal van de eeuw bekendgemaakt. Veel oud-voetbaltoppers waren aanwezig. De treffers bestaan in 2019 100 jaar en dit was vast een aanloop naar dit jubileum. En natuurlijk kwamen er ook enkele oude filmbeelden voorbij. Nog een keer die voorzet van Jansen. Een schitterend buitenkant rechts genomen. Die kijkt. En ziet Kuipers bij de eerste paal, dan is het 0-2. Heel laat blij, want dan komt hij met zijn gevaarlijke linkerbeen. En inderdaad, het is 2-3 bij het stiftballetje van Meijers. En hoor dat u zelf. En de supporters van de treffers die in grote getalen waren meegekomen, vieren al een feest. En nu mogen ze het veld op. De treffers voor het eerst in haar bestaan kampioen van het amateurvoetbal. Landelijke Natuurwerkdag is en dan wordt op verschillende plaatsen, meer dan 500 plaatsen in Nederland, worden de activiteiten gedaan op het natuurgebied. En wat doen ze hier precies? Wij zitten nu op de Galgenhei en we zijn hoofdzakelijk de brem en de bramen aan het weghalen, zodat het wat opener wordt, zodat de heide weer kans krijgt om te groeien.
je die van die mevrouw gekregen? Heb je dankjewel gezegd? Nee, ja. Dan mag je daar eventjes... Houd Europa op de rails. Maar elkaar ontmoeten is ongelooflijk belangrijk. Ja, en dan heb je een snelle verbinding nodig. Al ruim 10 jaar praat men over de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef. Op 27 januari 2018 was er al een conferentie hierover te Groesbeek. Maar op 1 november zorgde de Nijmeegse Spoorwegmaatschappij voor een unieke rit. Vandaag gaan we de eerste ritten uitvoeren namens de Nijmeegse Spoorwegmaatschappij. Een initiatief dat wij eigenlijk al 2 jaar geleden zijn opgestart. Omdat we merken dat de politiek een hele grote kans laat liggen om deze spoorlijn op een milieuvriendelijke wijze te benutten voor de reiziger. In welke vorm gaat dat gebeuren? Nou, vandaag in ieder geval met een railhok, die staat schuin achter mij. Een heel licht voertuig dat zowel op rails kan rijden als op de weg, omdat natuurlijk nog stukken zijn geasfalteerd, et cetera. Maar in de toekomst zouden we heel graag met een heel licht voertuig willen gaan reizen, want we zijn heel goed op de hoogte van de bezwaren die in Berg en Dal leven. En dan uiteindelijk zeg maar van 2024 wordt de trein aanbesteed tussen Kleef en Düsseldorf. En dat zijn waterstoftreinen. Nou ja, die stoten letterlijk water uit. Die zijn zeg maar nagenoeg geruisloos. Deze auto die hier achteruit inparkeert, die maakt meer lawaai. En vanzelfsprekend als het spoor helemaal vernieuwd wordt, langs het bestaande fietspad. Want wij geloven echt in een ecologische hoofdstructuur waarbij het fietspad en het spoor naast elkaar kunnen lopen. Ja, dan is dat natuurlijk een heel goed alternatief om minder auto's, minder vrachtauto's, et cetera, op de weg te krijgen. We willen wel heel duidelijk stellen dat wij dus absoluut geen goederenvervoer hier willen. En dat valt heel makkelijk te realiseren door net de bielsen ietsjes verder uit elkaar te leggen. Of de spoorstaven zelf natuurlijk, maar in ieder geval de bielsen iets verder uit elkaar te leggen. Waardoor het gewoon onmogelijk is voor een zware goederentrein om eroverheen te rijden. Voor vandaag zeg maar, zijn we gewoon zelf bedruipend zo gezegd. We krijgen inderdaad vanuit sponsoring krijgen wat geld binnen. Zeg maar. We hebben nog geen subsidies gehad. Dat hoeven we ook niet. We vinden het gewoon belangrijk om juist ja, iets terug te geven aan de maatschappij. Door zelf in te zetten voor de maatschappij om dit te bereiken. Zou je uiteindelijk willen gaan naar een waterstoftrein, dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat daarbij provincie Gelderland, Noord-Rijn-Westfalen en een groot gedeelte vanuit Brussel daar ook aan moeten mee financieren. Dat heet de zogenaamde cofinanciering. In de ochtend ging de rit naar Kleef. In de middag kon men vanaf Groesbeek Centrum meerijden tot aan de Wisseltse baan. Van de gelegenheid gebruik maken om ook namens het gemeentebestuur de hartelijke gelukwensen over te brengen aan Edelweiss bij het 90-jarige jubileum. Maar vooral ook een heel groot compliment te maken aan dit geweldige concert en het orkest wat dit heeft gebracht. Ik vind het een super idee om hier met alle oudgedienden en de leden en daaronder ook het aanstormend talent samen muziek te maken. Ik heb ervan genoten, de Moorschacher Polka. Maar zeker had ik niet gedacht voordat ik hier kwam dat ik fan zou worden van de xylofoon. Dat is wel gebeurd. Ik wil jullie allemaal bedanken, maar zeker ook al die vrijwilligers die achter de schermen hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat we hier vanavond zo fantastisch zitten. Dus voor jullie allemaal vraag ik een hartelijk applaus. Lof die geldt allen, maar toch zou ik 1 persoon in het bijzonder willen toespreken. En ik zou hem willen vragen om ook hier even naast mij te komen staan. En dat is de heer Jan Jansen. Meneer Jansen, u bent gedurende 20 jaar
bestuurslid geweest van het Edelweiss, waarvan 5 jaar ook als secretaris. U hebt veel meer gedaan dan alleen aan de bestuurstafel zitten. Want u bent de initiator en ook de samensteller van het ledenblad Info. En dat al sinds 1990. En daarnaast zorgt u ook voor het donateursblad De Wijs. Niet alleen dat, maar u bent ook een aantal jaren de organisator geweest van de donateursactie. En ook van de actie rondom Jantje Beton. U hebt het ook over de grens bezocht. We hebben al Moorsjag gehoord, maar een heel aantal jaren bent u ook organisator van de bezoeken aan Zwitserland geweest. En vanaf 1982 tot 2007 was u ook coördinator van de Pinksterweekenden. U was ook lid van de Lieve Leedcommissie, bezorgde de verjaarskaarten aan de leden, maar heeft ook de instrumenten een aantal jaren beheerd. U was ook, en dat vind ik opmerkelijk, de bedenker van de Edelweisspluim, die tussen 2012 en 2017 is uitgereikt. Als ik dit rijtje zo opnoem, verbaast het mij eigenlijk dat u die pluim nooit zelf op de hoed hebt mogen steken. Een kleine hint. Sinds maart, meneer, u bent op schot met uw bestuurlijke activiteiten, maar we hebben het kunnen merken, u bent nog steeds muzikaal aanwezig en ook nog steeds voor het blad actief. Ook buiten Edelweiss actief in Bergendal, want sinds 2005 bent u jaarlijks druk rondom het opbouwen, onderhouden en later weer afbreken van de kerststal van Bergendals bloei. Maar, en daar kennen ook velen u van, sinds 1988 bent u ook al trouwlid van de stichting Heemkunde Bergendal. En al die jaren al verzamelt u het beeldmateriaal voor de periodieken. U treedt ook op als wandelgids bij de historische wandelingen in Bergendal. U zorgt voor de bemensing van het kraampje bij diverse activiteiten. En ook hebt u al 10 jaar een redactionele bijdrage aan de periodiek De Gids van Bergendal verzorgd. U was ook lid van de commissie Bergendal 250 jaar, 2000. De laatste tijd bent u druk, maar ik heb begrepen, met het maken van een folder voor de wonderroute, het ommetje van Berg en Dal. Dan wordt het, meneer Jansen, heel veel waardering vanuit deze zaal, maar ook buiten deze zaal bent u zeer gewaardeerd en wordt u zeer gewaardeerd. En het is mij een eer dat ik u mag mededelen dat het zijn majesteit, onze koning, heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van de Majestas. Duurzaamheidscafé Bergendal is woensdag 31 oktober gestart op de Duurzame Dorpentour.
De Dorpentour heeft als doel om inwoners te inspireren meer duurzaam te gaan leven, wonen en werken. Wat kan ik zelf doen en wat kunnen we samen? Burgemeester Slinkman gaf een uitgebreide inleiding. Hij sprak onder andere over klimaatadaptatie en de problemen rondom het aardgas. Duurzaamheid is voor ons inmiddels een kwestie van urgentie, van prioriteiten stellen en ook van daadkracht. Klimaatadaptatie, dat is natuurlijk wel een van de zaken die zeker sinds de afgelopen zomer zeker een hot item is. En ik denk dat voor heel veel mensen die afgelopen zomer wel een eye-opener is geweest van er moet echt iets gebeuren, er verandert hier echt wat en dat gaat op deze manier niet duurzaam goed. En wat kunnen we doen? Nou, na lange droogte komt vanzelf ook weer wateroverlast. Wat we moeten gaan doen is die wateroverlast dus verminderen. En dat doen we als gemeente ook door wadi's aan te leggen, poreuze rioolbuizen ook aan te leggen waar dat aan de orde is, zodat water gewoon vanuit het riool ook weer de bodem kan infiltreren. En ondertussen werken wij dus als gemeente verder aan maatregelen, maar u bent ook zelf, denk ik, aan zet om daar wat aan te gaan doen. En het moet ook echt gebeuren. Als we weten dat zo ongeveer de helft van alle grond binnen de bebouwde kom niet aan de gemeente toebehoort in de vorm van openbaar groen, wegen, stoepen en andere voorzieningen, maar aan u als inwoners, dan is ook duidelijk dat u onderdeel van de oplossing moet zijn. Nou, van het aardgas af, dat willen en moeten we ook allemaal. Ik vraag me overigens persoonlijk af of het zo verstandig is als in heel de wereld men aan het aardgas gaat als milieubesparende maatregel en wij ervan afgaan met alles wat daarbij komt. Maar ik ben dan ook geen expert. En als er een hype is, ja, dan moet je daar denk ik altijd toch even gas terugnemen en kijken. Gas terugnemen. En zien dat we dat op een goede manier met z'n allen oplossen. Want ik denk dat we echt vaart moeten maken, maar ons niet gek moeten laten maken. Dat zou mijn standpunt zijn. Applausje voor. Daarna waren er vanuit 5 verschillende dorpen korte presentaties over interessante duurzaamheidsprojecten. Als eerste André Brouwer. Bij het spits af. André Brouwer, Kringloop Sint-Michaël. André. Wat doen wij aan duurzaamheid? Ik denk er een heleboel. Want alles wat wij eigenlijk bij ons binnenkomt, ging vroeger op de vuilnisbelt. En dat was echt heel, heel veel. Ik durf geen cijfers te noemen, maar ik kan u vertellen dat het echt tonnen zijn. Echt heel veel tonnen. Daarnaast, wat wij dus niet meer kunnen gebruiken, gaan we wel weer afvoeren. En ook dat doen we netjes via de lijnen. Papier bij papier, plastic bij plastic, ijzer bij ijzer. En ga zo maar door. Daarnaast doen we natuurlijk als duurzaamheid voor heel veel mensen goed werk. Mensen die het kwijt willen, brengen het bij ons. En mensen die weer spulletjes zoeken, die halen het bij ons wel. Tweede spreker was Bert Bosman van het Hanenhart uit Kekerdom. Een plek waar mensen lekker kunnen zitten, een praatje kunnen maken en kunnen genieten van de mooie omgeving in de kern van Kekerdom. Maar ook een plek waar allerlei samenkomsten georganiseerd kunnen worden. Of het nou gaat om een verjaardagsfeest of een dorpsbuffet. In de praktijk blijkt het ook juist de nieuwkomers in het dorp een fijne manier te zijn om actief bezig te zijn voor en in het dorp en op deze manier mensen in het dorp te leren kennen. Betrokkenheid met je leefplek en zorg daarvoor en we dragen bij een duurzaam wonen. Derde spreekster, Marieke Sunne over de Toektoek uit Bergendal. Waarom hadden wij bedacht dat wij een Toektoek wilden hebben? Nou, dat is, hij geeft energie, letterlijk en figuurlijk. Hij heeft een accu. Maar hij geeft ook energie aan ons, omdat we heel veel mensen enthousiast krijgen om er gebruik van te maken. Maar ook omdat we chauffeurs heel makkelijk kunnen werven. We hebben zelfs een wachtlijst. Nou, dat is toch een luxe probleem in deze tijd. Hij is duurzaam. Hij is bijzonder, want ja, je kunt wel in een elektrische auto rijden, maar ja, je valt niet op. Want een elektrische auto is een gewone auto. Iedereen in Bergendal, zelfs alle kinderen, weten wat een toektoek is. En die willen er ook graag mee rijden. En het is de verbinding in ons dorp. Het doel eigenlijk van de toektoek is om de sociale eenzaamheid te verminderen. Wat we doen is mensen van deur naar deur brengen. Bergendal is een langgerekt lintdorp. En de bus die stopt alleen maar op de Oude Kleefse Baan.
En als mensen ergens naartoe willen, ja, dan is het vaak veel te ver lopen. Bijvoorbeeld naar het gemeenschapshuis Kerstendal, wat helemaal aan het einde van de straat ligt. Dus ja, we kunnen overal komen met tuk-tuk. We kunnen zelfs in het bos komen. Dus we rijden ook voor verpleeghuizen. En ja, we brengen echt mensen bij elkaar. En dat hoor je ook van iedereen terug. Van, goh, jullie zijn echt een uitkomst. We zijn blij dat jullie er zijn. Want anders had ik hier niet kunnen komen. Vierde spreekster, Els Sonnemans uit Beek over energiecoöperatie Hoog en Laag. Een aantal mensen die bij elkaar in de buurt woont, zeg maar, die richten samen een coöperatie op. Die coöperatie kopen met z'n allen zonnepanelen. Die leggen ze op het dak bij iemand in de buurt. En die geeft dan toestemming dat die daar 15 jaar mogen liggen. Gedurende die 15 jaar krijgen die mensen een vergoeding, zeg maar, een soort subsidieregeling voor de elektriciteit die opgewekt wordt. Er zijn al honderden van die energiecoöperaties in Nederland actief. Ook eentje hier in de gemeente Bergendal, dat is Energierijk. Die is ruim 1,5 jaar geleden opgericht. En die gaat nu 900 panelen leggen op daken van de gemeente, hebben we net gehoord, maar ook bij een boer in Leut. Wij richten ons met name op bedrijven en boeren, maar dat zijn dus ook bedrijven. En waarom richten we ons daarop? In de eerste plaats, die hebben nog heel veel dak. Wat voorzien kan worden met zonnepanelen. Van de andere kant denken we ook dat het goed is dat er een koppeling is tussen de bewoners en de bedrijven en ook de boeren. Dat zijn niet altijd de tegenstellingen die genoemd worden. En de laatste reden is eigenlijk dat we denken van je kunt toch beter eerst alle daken voorleggen voordat je zonneparken neerzet. Als je meedoet word je lid van de coöperatie en je koopt zonnepanelen. De meeste mensen die meedoen kopen tussen de 8 en de 10 zonnepanelen, maar je mag er ook 3 kopen, je mag er ook 15 kopen. Die kosten 300 of 350 euro per stuk, hangt van het project af. We doen het even heel grof. Gedurende 15 jaar krijg je voor de elektriciteit die jouw panelen opwekken, krijg je een soort subsidie en is even groot als de energiebelasting die je betaalt. Dat bedrag staat voor 15 jaar vast en daarom wordt dit wel eens momenteel de beste subsidieregeling die er bestaat genoemd. Net omdat het voor 15 jaar vaststaat. Laatste spreeksters waren Sandra Hermsen en Mariette ten Westeneind uit Millingen aan de Rijn. Zij spraken over de kledingbeurs. Ja, wij zijn van de Stichting Beurs voor een Kind uit Millingen aan de Rijn. Wij zijn inmiddels 24 jaar duurzaam bezig door het organiseren van kledingbeurzen en speelgoedbeurzen. Wij zijn begonnen vanuit de kinderdagopvang. Die na de hand overging in Humanitas. En waardoor we eigenlijk een beetje met onze opbrengsten een beetje in de maag zaten als het ware. Omdat we het geld eigenlijk daar niet meer goed konden besteden. En toen zijn wij in 2005 een stichting geworden. Waardoor wij nu in staat zijn om onze opbrengsten terug te laten komen voor de jeugd van het dorp. En dat hebben we inmiddels gedaan door middel van sponsoring aan voetbalverenigingen, aan korfbalverenigingen, de fanfares, om daarvoor, met name voor de jeugd, geld vrij te maken, waardoor ze wat extra activiteiten kunnen organiseren. Ja, wij zijn daarmee natuurlijk heel erg blij, omdat je gewoon heel veel mensen op die manier kunt helpen door van de spullen af te komen op een goede manier. Maar inderdaad, door mensen heel blij te maken gewoon een hele volle tas met spullen voor heel weinig geld. Na de presentaties gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de behandelde projecten. Dus zo'n 20 minuten aan de verschillende tafels in gesprek. Veel plezier! De muzikale afsluiting was met Marieke van Ruitenbeek, Gerard de Boer en Ted Maas. Dank je.